Een samengesteld team van eenheden in Suriname wordt klaargemaakt voor het verlenen van humanitaire hulp in Haiti. Het gaat om vrijwilligers binnen het leger en korpspolitie Suriname. Minister Krishna Mathura van Defensie geeft aan dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Alvorens de manschappen worden gestuurd naar het Caribisch gebied, worden zij eerst getraind door de Defensie vanuit Canada. Het is een samengesmeld team van politie en militairen. We zijn bezig met de voorbereidingen. Canada gaat de trainingen doen. We hebben iemand aangewezen van de legerleiding die eigenlijk de coördinator is van het project. We kijken naar welke trainingen moeten. De mensen moeten getraind worden. De mensen moeten goed voorbereid worden. De cultuur van Haiti moeten ze goed kennen. De regels waaronder ze moeten werken. De verzekeringen. Wat we hebben gedaan is, we hebben een groep. We hebben mensen gevraagd in het leger. Wie wil vrijwillig? We willen niemand verplichten. Dus we hebben gevraagd naar de vrijwilligers. Er zijn een aantal mensen die zich hebben opgegeven. Die groep wordt nu voorbereid. En wij wachten totdat de eerste mensen komen in Haiti. En wij zullen niet in de eerste groepen behoren, maar wij zullen later aansluiten. In Haiti heerst er sinds februari een toename van geweld door gewapende machten. De grootste bendeleider in Haiti is Jimmy Barbecue, Zeri Seyer. Er werd geëist dat president Ariel Henry aftreedt en dat er nieuwe verkiezingen georganiseerd moesten worden. De laatste verkiezingen werden in 2016 gehouden, waarna Jovenel Moïse werd gekozen tot president. Na de brute moord op Moïse werd er een nieuwe regering gevormd onder leiding van Ariel Henry als premier in 2021. Door de aanhoudende rellen zijn er ruim 165.000 personen ontheemd geraakt en is er een tekort aan voedsel, medicijnen en brandstof. Enkele maanden geleden liet Bibi's minister Albert Ramdien weten dat er een multilaterale missie richting Haiti zou gaan, bestaande uit Kenianen en Jamaicanen. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte daarom in eerdere berichtgevingen dat ons land solidariteit toont naar de CARICOM-gemeenschap. Volgens Mathura is er nog steeds sprake van een onveilige situatie in Haiti, hoewel er intussen een nieuw interimbestuur in het leven is geroepen. Het is nog niet bekend hoe lang de trainingen zullen duren. De behoefte die men in Haiti heeft is law enforcement, dus rechtshandhaving. Het is politiewerk eigenlijk en wij gaan ondersteunend zijn. De trainingen, die zijn een aantal landen die gaan ondersteunen en die landen worden nu getraind door Canada. Ik dacht dat vandaag de chefstaf die de trekker is van dit project vertrekt naar het buitenland om de laatste voorbereidingen te treffen voor alle trainingen. Ik weet niet precies hoe lang de trainingen gaan duren, want het is niet één training. Het gaat om een aantal trainingen die ze gaan moeten volgen.